Het Surinaamse Rode Kruis voert enquêtes uit met CARFA en IFRC om kennis over door muggen overgedragen ziekte te onderzoeken. Deze enquêtes worden gehouden in verschillende CARFA-lidstaten, waaronder Suriname. De bevindingen zullen worden gebruikt om voorlichtingscampagnes en beleid te ontwikkelen om de verspreiding van Zika, chikungunya en dengue te verminderen, met financiering van de EU. Op deze manier zal de noodzaak van robuuste regionale gezondheidsbeveiligingssystemen en specifieke interventies voor de Caribische bevolking worden benadrukt. De presidenten van Suriname, Brazilië en Guyana hielden een trilateraal overleg om de onderlinge samenwerking te versterken. Ze bespraken investeringen in infrastructuur, voedselexport, energie, delingen en de olie- en gassector. De focus lag op stimulering van economieën en werkgelegenheid in de regio. De staatshoofden zijn van plan om de komende maanden verdere details uit te werken. Staatssecretaris Aukje de Vries van Nederland bezoekt Suriname van 29 februari tot 2 maart 2024. Ze zal de Surinaamse regering en andere belanghebbenden informeren over de rol van douane Nederland in de internationale strijd tegen ondermijning, met de focus op grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Tijdens haar bezoek heeft de Vries een ontmoeting met minister Ragubashi en zal ze op 1 maart een persmoment op de Nederlandse ambassade in Paramaribo bijwonen.